Dit is wel de grootste gel die ik ooit in mijn handen heb gehad. Ik ga hem testen hier in de berg in Italië. Om te kijken of hij echt long-lasting energie geeft. Want zoals ze zeggen bij Maxime dat hij 1 uur energie moet geven als je heftig aan het sporten bent. Wat we hier gaan doen. In de bergen. Het wordt al een beetje donker, zie je. Maar ik zal de test in het bericht zetten. Hoe mijn ervaring is, want ik heb hem nu dus nog niet op. En kijken hoe die mij gaat bevallen. En gaan we natuurlijk vergelijken met de andere gels van Sis, van Isostar en van Born. En ik zal de link onder deze video zetten als je dit in YouTube ziet.